Hoi, welkom bij weer een nieuwe podcast van de Vervida Academy. Naast mij zit, zoals gewoonlijk, Gunter Hemschoot. Mijn naam is Peter de Wit en vandaag gaan we het hebben over wat webhosting eigenlijk is, waarom webhosting zo belangrijk is en vooral waar je op moet letten op goede webhosting. Want je moet eigenlijk goede webhosting hebben, maar wat is goede webhosting en aan welke criteria moet dat voldoen? Ja, toch? Klopt. Ja, klopt. Uiteindelijk komt het erop neer dat, dat je toch die vraag... Bepaalde mensen zullen die vraag anders invullen. De ene mens heeft meer nood aan meer ondersteuning, de ander heeft meer nood aan meer technische features. Maar er zijn toch een aantal zaken die heel erg cruciaal zijn. Laten we daar maar mee beginnen, zou ik zeggen. Ik heb zoiets van, wat ervaar jij, wat ervaar jij, Peter, als goede hosting? Als ik het mag... Als je het aan mij vraagt, je webhosting, dat betekent dat je website online is. Mm-hmm, altijd bereikbaar is voor je klanten. Ja. En dat er goede ondersteuning is, dat je geholpen wordt als je gebeld wordt. En dat je niet 3 dagen hoeft te wachten op een reactie, maar dat je ook meteen wordt gebeld. Zo zie ik hosting ook. Ja. Dat je website supersnel laat, dat het een plezierig is voor je bezoekers. Ja, klopt. Bijvoorbeeld, dat zijn voor mij wel belangrijke aspecten van webhosting. Ja. En dat mag wel wat kosten. Dus ik ben niet degene die op zoek gaat naar de goedkoopste en daar naartoe gaat. Ik betaal liever ietsjes meer dan dat ik... Dat je in de kou blijft als er een probleem is of als je een vraag hebt. Precies, want kijk, goede webhosting moet je een klein beetje vergelijken met een pand. Als je een winkel hebt bijvoorbeeld en je hebt een online shop of een winkel. Ja. En als je een winkel in de stad hebt, dan wil je ook gewoon dat zodra je de deur open doet en je doet het licht aan, dat het licht het doet. En dat je als er iemand wil afrekenen, dat zodra je afrekent, dat de kassa gewoon werkt. Ja, klopt. En dat als je naar de wc gaat, dat de wc doorspoelt. Dat soort dingen. Het zijn allemaal basale dingen. Maar dat alles wat je in je gewone winkel doet om klanten een prettige ervaring te geven. Ja. Dat moet eigenlijk ook gelden voor je webshop, en dus ook voor webhosting. Ja, voor je website. Voor je website. Het is de ervaring die je... Uiteindelijk is het de ervaring... Het is een beetje wat je zelf belangrijk vindt, maar ook wat je klanten verwachten van je website. Ja. En ja, inderdaad, een van de zaken is dat die altijd in de lucht is. Ja. Dat je website het altijd doet. Ik zelf vergelijk het een beetje als een soort van de fundering eigenlijk van je pand. Ja. En die fundering die moet ervoor zorgen dat je pand recht blijft en dat je pand er blijft staan. Ook als er een keer, zoals hier in het noorden, wel eens een keer een kleine aardbeving is. het zijn dingen, wel eens. Ja. Er zijn hier regio's die heel erg getroffen worden. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, het is toch wel die bepaalde stevigheid, die zekerheid die een website moet hebben. En dat is ook waar een hostingbedrijf in gespecialiseerd is. In het online houden, in het goed houden van die servers waar die website op draait. Ja. Ervoor zorgen dat die software het altijd doet. Ervoor zorgen dat de updates, de cruciale updates, die zorgen voor security, steeds goed bijgehouden worden en ook geïnstalleerd worden. En dat ook de versies van bijvoorbeeld PHP of van een WordPress of van weet ik veel, eigenlijk steeds... altijd bijgewerkt worden zodanig dat het ten allen tijde veilig is. En dat die zorgen daar ook weggenomen worden van bij de klant, van bij de webdesigner die eigenlijk hoofdzakelijk bezig is met het ontwerpen van die website, maar eigenlijk niks heeft met... De technische ondersteuning. En dat geldt eigenlijk ook dus niet alleen voor de webdesigner, maar vooral ook voor de eigenaar van de website. Ja, klopt. Ja, tuurlijk. En op de webshop. Die wil ook gewoon geen gedoe hebben. Die wil gewoon ook dat het werkt. Ja. We zien ook vaak op de Vervida Academy, als het dan over WordPress gaat, mensen die daar zowel de beginnerstraining als de gevorderde training komen volgen bij ons, die zeggen ook van kijk, ik wil vooral bezig zijn met het ontwerpen van die website, maar al dat technische geneuzel wat erachter weg komt, dat wil ik eigenlijk. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Dus ik wil gewoon hebben dat het goed geregeld is. En dat ik me geen zorgen hoef te maken over de snelheid. Over het feit dat die online is. Waar moet je op letten als je een goede webhosting zoekt? Wat zijn nou aandachtspunten? Wat kun je
nou ja, ja, bullet points noemen. Ja, uiteindelijk, hé, wat je eigenlijk wil zeggen. Je hebt al wat genoemd, hoor. Maar wat je eigenlijk wil zeggen van hoe herken je goede webhosting? Ja, hè? Dat is een beetje jouw vraag. Goede webhosting, in de eerste plaats vind ik altijd, hè, er zijn heel wat aanbieders uit andere landen. En daarmee bedoel ik niet Europese landen, maar dan bedoel ik vooral Amerikaanse, Chinese, noem maar op, landen die eigenlijk in een, en dan heb ik het vooral over partijen die eigenlijk in een andere tijdsgordel zitten. Daar moet je altijd een beetje voor oppassen, vooral als die tijdsgordel net 12 uur verschilt of ergens in de buurt. Want wij ook, hè, bedoel, wij doen regelmatig updates aan onze servers, maar wanneer doen wij die? Wij doen die om 3 uur 's nachts. Wanneer er dus vervolgens geen enkele, laten we zeggen, en wij zien dat wel in statistiek, waarop heel weinig mensen op jouw website je website bezoeken. Ja. Maar stel je voor dat een land net gepast, ik zeg maar wat, hè, 10 uur verschil heeft bijvoorbeeld, en dat 3 uur 's nachts hier gewoon 13 uur in de middag is bijvoorbeeld, ja, en dat ze dan even jouw website voor een kwartier of een half uur of een uur uit de lucht halen om even wat onderhoud te doen aan die server, ja, dan ben je gewoon, dan zit je wel misschien voor jouw publiek, misschien wel gewoon in primetime te werken. Ja. En dat is waar heel veel mensen geen rekening mee houden. Die kijken dan naar de prijs, want die prijzen zijn daar, die durven daar wel eens wat lager liggen, maar ja. Maar goed, eigenlijk zijn er in Nederland ook partijen die heel goedkope webhosting aanbieden. Ja, klopt, ja. Maar waar je echt dagen moet wachten op een reactie, op je vraag. Dus ja, het geldt niet alleen eigenlijk voor buitenlandse websites. Dat geldt natuurlijk, dan heeft het wel effect op bijvoorbeeld het voorbeeld wat je nu net gaf. Mm-hmm, maar ja, in Nederland, binnen Nederland heb je natuurlijk ook heel veel verschil, kwaliteitsverschil. Ja, tuurlijk, ja. En kwaliteitsverschil, maar ook niveauverschil qua ja, serviceverlening. Dat klopt, ja. Je hebt hier ook vaak naar, moet ik het zeggen, serviceverlening. Dus ze zeggen bijvoorbeeld van, kijk, hè, ik zeg maar wat, hè, je hebt je hosting heb je voor 1 euro bijvoorbeeld. Maar die mensen zijn dan telefonisch niet bereikbaar. Enkel via een ticketing systeem. Je kunt geen live chat doen met die mensen. Ze kunnen niet eens, zoals bijvoorbeeld bij Vivida, we hebben een TeamViewer account staan, klaarstaan eigenlijk. En mensen kunnen zich gewoon aanmelden op TeamViewer account. Wij kunnen die PC van hen overnemen en zo die klanten gewoon daadwerkelijk helpen. Ja. En niet gewoon via een chat van, ja, bijvoorbeeld je e-mail instellen, dat doe je zo met een kleine handleiding en that's it. Ja. Voor sommige mensen volstaat dat, voor andere mensen is dat, ja, veel te moeilijk. Voor de meeste mensen is dat veel te moeilijk, hè? Tuurlijk. Want de meeste mensen hebben eigenlijk heel weinig benul van hoe een website werkt en dat soort zaken. Ja, of instellingen van mail. Ja, of, precies, eigenlijk wordt je daar ook niet zo heel vaak mee geconfronteerd. En dat is juist, ik merk het zelf ook, hoor. Als ik zelf bijvoorbeeld, vroeger was ik een Windows-gebruiker, nu ben ik een Mac-gebruiker. Als ik nu eens even een nieuw e-mailadres moet configureren op een nieuwe Windows-machine, dan moet ik ook even kijken van, oh, waar zit dat hier weer? Oké, ik ken wel de terminologieën en zo, maar je moet toch even kijken van, waar zit dat nu weer verstopt eigenlijk? Ja. In welk menu zit het nu weer? Ja. En dat is waar de mensen van klantenservice eigenlijk gewoon dagelijks mee bezig zijn. Ja. Dus ja. En wat, noem nog eens wat punten waarvan je zegt van, nou, dat is wel. Ja, ik vind, dus bereikbaarheid was één van de punten. Maar ook wel het feit dat die mensen ook wel kennis hebben. Want wat zie je vaak, wat hoor je vaak? Och ja, we hebben een klantenservice 24/7 bereikbaar. Hè? Zelfs op kerstdag, zelfs op nieuwjaarsdag, zelfs op oudjaarsnacht, weet ik veel wat. Maar wie neemt daar dan een telefoon aan? Dan is het iemand uit China of is het iemand uit een of ander land die eigenlijk gewoon de telefoon aanneemt. En oké, je kunt je verhaal kwijt aan die persoon, maar die persoon kan je helemaal niet helpen, want die heeft helemaal de kennis niet. Nee. En dan heb ik zoiets van, ja, dan ben je beter dat je zegt van, kijk, we hebben een klantenservice, wij zijn beschikbaar tussen 8 en 8 bijvoorbeeld, en brand maar los. Nee, je antwoordt gewoon op je vraag. Ja. En is het ook van belang dat bijvoorbeeld jouw webhoster, dat een webhoster zijn servers in een datacenter in Nederland heeft staan? Vind je dat belangrijk? Ja, je is moet. Is dat een van de pluspunten? Dat is wel een van de pluspunten. Het is sowieso wel. Ik denk altijd, stel je voor dat er iets mis is met een server. Je kunt natuurlijk altijd remote die server gaan overnemen. Maar als een server het niet doet, of hij gaat het, of hij laat het afweten, is het interessant dat de mensen er in no time gewoon bij zijn. Ja. Dan bedoel ik wel de technische mensen van de hostingpartij. Je hebt ook hostingpartijen die hun servers ook
ergens anders co-locaten in Amerika. Of, maar ja, bedoel, daar kun je niet snel eens naartoe fietsen. Ja, het is, ik vind het toch wel belangrijk dat je bij je hardware aanwezig kan zijn. Dat je daar toch wel fysiek iets aan kunt gaan doen en dat je er ook voeling mee krijgt. Ja, je noemde net ook dat hostingpartijen, dat die dan in ieder geval altijd werken met de laatste updates. De laatste PHP-updates in verband met beveiligingsissues eventueel. Hè, die dan zich niet voordoen, omdat altijd de laatste beveiligingsupdate is uitgevoerd. Mm-hmm. Ja. Dat zegt veel, voor veel mensen zijn dat soort kreten altijd heel technisch. Maar ze moeten niet vergeten dat het heel belangrijk is dat ze daar wel even naar kijken. Ja, klopt. Ja, dat is net hetzelfde als je voor WordPress een thema aanschaft, moet je ook kijken of het vaak geüpdate wordt. En eigenlijk is het belangrijk dat je kunt zien dat er dat een bedrijf toch investeert in het bijhouden van die versies. Ja. En ik vind het nooit verkeerd om jou een klein beetje aan te zetten, om een klein beetje een druk uit te oefenen bij de klanten van, hey, zorg er wel voor dat jij ook mee bent met die nieuwe PHP-versie. Ja. Als je een WordPress draait, is het geen enkel probleem. Dus als je WordPress gewoon update, wat standaard wel goed gaat, ja, dan heb je eigenlijk altijd de laatste nieuwe PHP-versie en hoef je daar helemaal geen zorgen over te maken. Nee. Maar als je zelf PHP-code schrijft en je daarmee eigenlijk niet zo, moet ik het zeggen, niet hard mee bezig bent om dat ding eigenlijk altijd up-to-date te houden, dan durft het wel eens gebeuren dat je met een lekje zit in je programmeertaal en dat jouw website gebruikt wordt om via daar spammails te gaan versturen en dergelijke. Ja. En dan kom jij met je domein op de zwarte lijst en dan kun je straks zelf niet meer mailen en dan... Ja, precies. Dat wil je niet. Nee. Nou zijn je natuurlijk, los van het feit dat inderdaad je hebt hostingpartijen waar je direct contact mee kan opnemen, zoals Vervida. Je kunt direct jouw website bij ons onderbrengen. Maar er zullen natuurlijk ook heel veel mensen die hun website hebben ondergebracht. Die hebben een website laten bouwen door een designer en die designer heeft het ergens ondergebracht. Ja. Is het heel makkelijk om eigenlijk te kijken bij wat zo'n designer, hoe zo'n designer werkt, zo'n webdesignbureau? Is dat te achterhalen of is dat ingewikkeld? Jij bedoelt dat je kunt zien waar het domein geregistreerd staat? Hoe die webdesigner met issues omgaat, met de veiligheidsissues, met updates, met het bijwerken, of die met de laatste PHP-versie werkt, of die met dat de webdesigner zijn zaakjes op orde heeft, bijvoorbeeld. Is dat... Dat is iets wat ik vind. Je moet sowieso je webdesigner... Er moet ergens vertrouwen zijn. Anders ga je niet bij die partij terecht. Nee. Anderzijds kun je dat checken, kun je dat nagaan. Dat kun je natuurlijk. Je kunt zelf te raden gaan bij de hostingpartij zelf. Maar in principe gaat die hostingpartij zelf geen informatie aan jou toevertrouwen. En daarom is de keuze van... hoe moet ik het zeggen? Je kunt altijd wel een test uitvoeren. Er zijn wel wat toeltjes online waarbij je kunt zien van... de website, is die gebouwd? In welke PHP-versie is die gebouwd? Of op welke PHP draaien die servers? Of werkt die partij mee samen? Er is altijd een soort van vertrouwen nodig. Ja. Sowieso ook. En daarom vind ik het ook belangrijk dat een hostingpartij, vind ik, ook wel... bereikbaar moet zijn, als in persoon. Ja. Nu stel je voor, je gaat komende donderdag ga je naar een WordCamp. Mensen zien jou daar. Als er klanten zijn van Vervida en ze kopen een ticket of op een of andere manier gaan ze gewoon richting WordCamp in Rotterdam, ja, dan is het vrij eenvoudig om daar jou tegen het lijf te lopen. Of ze komen naar een academy, of we hebben wel eens Vervida on the road gedaan in een of andere... hoe heet het weer? En al die beurzen in Groningen, in de omgeving waar we wel over zijn. Dus we zijn ook zichtbaar. We zijn ook zichtbaar. Ja. Je bent tastbaar, je bent bereikbaar, je bent een persoon. Je bent niet zomaar een fictief bedrijf die daar online, laten we zeggen, een soort van imperium schijnt te hebben. Maar is dat wel waar en klopt dat wel? En kijk ook bijvoorbeeld naar klantenreviews die op die website staan van die hostingpartij. Kijk ook wat hun score is. Maar scoren vind ik dan één ding. Want mensen hebben soms moeite met wat ze zelf schrijven en met de score die ze geven. Ja. Je kunt veel beter kijken naar de opmerkingen, de feedback die erin staat. Hè? Want
een cijfer, een getal. Mensen zijn altijd wel snel geneigd om kritiek te leveren, feedback te geven, wat minder positief te zijn. Ja, klopt. Maar wel een positief cijfer te geven, bedoel jij. Dus dat staat een beetje haaks op elkaar. Maar er staat bijvoorbeeld vlot opgeleverd, alleen de service is wat traag, ze reageren langzaam. Nou, dan weet je dat je in ieder geval bij die partij vaak even sneller aan de bel moet trekken om snel een reactie te krijgen. Ja, en waar je nog een aantal punten waar je eigenlijk op moet letten is veiligheid, vind ik zelf. Dus dat één heeft er al mee te maken, updates en zo, maar veiligheid is er ook nog één. Kijk of zo'n partij er ook voor zorgt dat jij een SSL-certificaat hebt op je website. Zorg ervoor dat ze dat goed hebben geregeld, dat het er gewoon is en dat ze jou tussen aanhalingstekens verplichten dat dat SSL-certificaat gewoon geïnstalleerd wordt. Het is veel te belangrijk voor jouw SEO, voor Google, ook met de nieuwe maart-update van Google. Dat is ook een belangrijk punt. Kijk dat na. Hoe hebben ze hun e-mail beveiligd, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, leveren ze ook backups? Maken ze backups? 9 op de 10, ja, ze zullen wel backups maken. Maar ten tweede, zijn die backups bijvoorbeeld, het is dan misschien een low-budget hosting wat je hebt, maar heb je een keer een backup nodig van jouw e-mail of hosting? Ja, dan vragen ze misschien de hoofdprijs. Dan vragen ze misschien €100 of zo om die backup terug te plaatsen of zo. Heeft die partij bijvoorbeeld een systeem waarbij je zelf je backups kunt terugplaatsen tot zoveel dagen? Dat zijn allemaal van die technische dingetjes, maar die toch wel het gebruiksgemak bevorderen achteraf eigenlijk van jouw website. Ja. Snelheid is er nog zo een. En uptime, dat is zo'n beetje het woord. We krijgen wel eens die vraag van, hoeveel uptime heeft Vivida? 99,99? Wat is uptime? Uptime is eigenlijk het feit dat jouw website in de lucht is. Dat jouw website te bezoeken is voor klanten. Maar heb je alles een keer uitgerekend? Ik ga het nu niet live doen. Ik ben niet zo goed in hoofd te rekenen. Ik ook niet hoor. Dus. Wat ik bedoel is, reken maar eens uit hoeveel 99% uptime is. Hoeveel uur jouw website dan nog uit de lucht mag zijn. Ja. Dus als je dat eens een keer in de maand doet, dan heb je wel eens een keer nog wat downtime eigenlijk van je website. Dus eigenlijk is het zo, elke hostingpartij zal proberen om 100% uptime te garanderen. Dat is ook het leukste. Dat is ook, maar het klopt, er zijn inderdaad partijen die erin slagen om een website uren in de maand gewoon niet live te hebben. Ik snap ook niet waar ze dat... Ik snap niet hoe je dat voor elkaar krijgt. Ik ook niet. Het is een machine die daar draait en er is gewoon niet goed omgaan met updates en dat is niet goed omgaan met... je software of je hardware die daar staat. Nee, het is zelfs, dat klopt. En dat zijn zelfs ook van die partijen waarvan, dat zijn kleine bedrijfjes, eenmansbedrijfjes. En die, als ze op vakantie zijn, dan zijn ze op vakantie. En dan liggen ze op de playa, lekker te bruinen. Heerlijk. En dat is voor die persoon wel lekker, maar als jouw website dan uit de lucht is, dan kan die persoon jou niet helpen. Nee. Jij zelf ook niet, dus dan heb je dus een groot probleem. Klopt, zorg voor continuïteit. Ja. Dat doen we hier ook. Hè. Als jij met vakantie bent, dan neem ik de taken van jou over. Is onze systeembeheerder op vakantie, dan neemt de zaakvoerder even over of whatever. Ja. Wie dan ook wel gewoon de kennis in huis heeft om dat te gaan doen. En dat zijn de voordelen. Moet je daarvoor voor een hele grote club kiezen? Ik denk altijd dat het best is om zo'n beetje te kiezen voor een partij die genoeg middelen heeft en genoeg mensen in dienst heeft en die een bedrijf dat gezond is, dan dat je weer terechtkomt in een bedrijf die heel veel overnames achter de rug heeft, waar mensen samen zitten die elkaar niet eens kennen. Waar iemand gewoon op vakantie is en die naast jou niet eens weet dat je op vakantie bent. Nee. En dan heb ik zoiets van, kies dan voor een partij waar mensen nog mensen zijn. En waar je nog gewoon met elkaar praat en weet dat de ene zijn vrouw en dochter verwacht en dat de andere... Maar dat is heel moeilijk uitzoeken. Dat kun je niet uitzoeken. Maar het belangrijkste is dat een bedrijf een gezicht heeft. Klopt. En met gezicht dat je dus bereikbaar bent en dat die mensen ook oog en oor hebben voor jouw problemen. Ja, dat daar gaat het eigenlijk. Dat is heel belangrijk. Zijn er nog meer punten? Ja, misschien kun je ook kijken of ze goede FAQ's hebben ingericht. Waar je toch wel snel terecht kunt als je een vraag hebt. Als die dan technisch of niet technisch is.
Ik had het daarnet ook al over bijvoorbeeld snelheid, had ik het ook al. Het is ook handig dat qua snelheid je website toch ja, snel genoeg is. En wat is snel genoeg? Dat is een andere vraag natuurlijk. Maar dat de hosting er alvast voor zorgt dat de toegangstijd... Nee, dus jij typt iets in op jouw computer, op jouw, in jouw webbrowser. En op het moment dat jij iets intypt en op enter drukt, dan gebeurt er een soort van aanvraag, een soort van request. Ja. En het is de response tijd, dus de tijd dat het ding reageert, moet eigenlijk snel genoeg zijn. En dan ook hoe sterker de servers eigenlijk, hoe makkelijker die code wordt opgebouwd. Hè? Want bijvoorbeeld een WordPress website bestaat uit PHP-code. En die PHP-code die zorgt ervoor dat hij uit de database gegevens haalt en dat hij daarmee een HTML-pagina opbouwt. Ja. En dat is wat je te zien krijgt. Ja. Dus hoe beter die servers zijn, hoe sneller die servers zijn, hoe minder ze te doen hebben, die servers op dat moment, hoe sneller jouw website opgebouwd wordt en hoe sneller hij daar te zien is. Maar we spreken echt over milliseconden, hoor. Ja, in de meeste precies, gevallen. Dat is zo. De traagheid van de website is meestal gelegen aan het gebruik van veel te grote foto's of filmpjes. Ja, of, dat heb je, maar eigenlijk heb je dat vaak zelf in de hand als, klopt, als maker, als bouwer. Ja, of, klopt. Ja, dus, ja. Er zijn wel wat trucjes voor om het achteraf voor een stukje goed te maken met caching en dergelijke. Wat ik ook interessant vond, is wat jij zei over die FAQ's maken. Ja. Dat is juist dat je je kennis deelt met klanten. En dat is natuurlijk een beetje een schouderklopje of... kijk in de spiegel, maar wij hebben dus FAQ's en wij maken podcast, ja. Wij maken screencast, filmpjes. Klopt. Dus en dat bedoel je eigenlijk mee. Hoe zo'n bedrijf ook op alle vlakken ook bereikbaar is en hulp en ondersteuning biedt aan een aan jou als persoon. Ja, want je hebt de clubs die heel erg, moet ik het zeggen, technisch zijn. En die dan ook heel erg technische FAQ's hebben en dergelijke. Maar als jij geen weet hebt hoe die PHP-code er nu net uitziet en wat je net... Als ze zeggen van, kijk, ja, deze PHP-code moet je daar implementeren en dan even compileren en dat... Ja, dan heb je zoiets van, oeh, waar gaat het hier over? Ja. Kijk gewoon of de FAQ's die geschreven zijn ook voor jou toepasselijk zijn. Ja. En ook in jouw taal geschreven zijn en niet in, ja, voor jou Chinees. Ja, dat is zo. Oké. Dus ja, dat is een hele boterham, maar eigenlijk zijn er wel een aantal zaken. Zorg gewoon dat je een goed gevoel hebt bij die... En jouw gevoel laat je meestal niet in de steek, hoor. Nee. Zorg gewoon dat je een goed gevoel hebt dat ze ook de taal spreken die jij spreekt. Dat vind ik ook belangrijk. Ja. En dat ze makkelijk bereikbaar zijn. En bel maar eens naar zo'n partij alvorens je een aankoop doet. Ja. En kijk maar eens of je 37 nummertjes moet intoetsen alvorens je bij de goede lijn terechtkomt. Ja. Of heb je gelijk iemand aan de lijn. Ja. Ja, kijk, ik zou zeggen... Ja, testen. Eigenlijk testen. En je kunt misschien ook vragen van... Hey, kijk, ik heb een heel specifiek... ik ben een heel specifiek geval. Hebben jullie eventueel een testaccount waar ik iets kan proberen? Of kijken of het bij jullie goed zou draaien? Of want ik heb ervaring met die of die partij en dat werkt niet zo goed. Ja. Kan het bij jullie of niet? Dan is het ook aan die partij om daar eerlijk over te zijn. Van, hey, dat soort dingen, dat doen wij niet. Of daar zijn we niet zo goed in. Dus doe dat maar bij een andere partij. Ja. Je moet ook je... Dat is ook helpen. Dat is ook, nou ja, de kracht van een goede webhoster is om in te schatten of als iemand bij hem komt of die wel de juiste dienstverlening kan. Ja, of de matches. Of de matches, ja. Ja. Oké. Nou, dat was het weer voor deze keer. Ja, inderdaad. Jullie bedankt voor het kijken en het luisteren. Bevalt deze podcast? Neem dan nog eens een kijkje op ons YouTube-kanaal. Daar staan inmiddels denk ik 20 filmpjes. Vervita.academy onder het menu blogs en vlogs. Ja. Staat het een en ander. En op Spotify en iTunes, daar zijn we ook te vinden. Daar zijn we te vinden, zeker weten. En heb je een idee voor een podcast of heb je een vraag? We hebben een mailadres waar je je vraag... of je idee kan naartoe kan sturen. Mm-hmm. Wat is het? Podcast@vivida.academy. Maar was het niet podcasts? Dat kan ook. Oké, het is allebei. Het is allebei, inderdaad. Nou, ik hoop dat je wat aan hebt gehad. En wie weet, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye bye. Doei.